Yo mensen, welkom bij deze nieuwe aflevering. Dit is de aflevering 5 al van onze serie. En ja, ik heb een beetje offline ook een beetje werk gedaan. Ik heb ook hier een beetje meer werk gedaan. Ik heb ook weer veel metaal bij kunnen maken en veel scrap. Als je denkt van, oh, een blok. Nee, het is een blokje. Het is echt wel een blok. Vandaag gaan we proberen voor 1. Onze auto verbeteren. Twee. Even daar zetten. Voilà. Tadaa. Dit hebben we ook verbeterd. Hij is nu al level 3. De vorige aflevering was hij al level 2. Dus we kunnen ook al level maken. Maar ik had vandaag een paar dingen wat ik graag wilde doen. 1. Boor maken, daar hadden we zoveel van nodig. Die hebben we zeker. Dus we gaan even het hier allemaal pakken. Even hier ook een beetje van nemen. Genoeg meepakken natuurlijk. Altijd genoeg meepakken. Dus een boor willen we hebben. En we gaan er nog iets voor nodig hebben, denk ik. Ofwel is dat het. Dus we gaan even wachten als dit klaar is. We gaan even kijken op de andere al. Oh ja, en dit zijn alleen maar dingen wat je echt items voor mooi te maken. Ik weet nog steeds niet. Ik moet die nog steeds keer testen. Nee, die beest kan maken. Oh, hier heb je die flower ding voor nodig. Oké. Okay. Oké, scrap. Hoe maak je dat? Of kun je dat eens vinden? Geen idee. Oké, een airco, leuk. Het zijn echt allemaal dingen die echt niet nodig zijn. Oh, we kunnen buckets hiervan maken. Ik wil graag nog één bucket hebben dan. We hebben twee, of we hebben drie buckets. Dat zijn vier. En dat is vijf. Zo, oh ja, ik heb nog een extra machine ook gemaakt. Want, en nu denken jullie van, maar waarom? Want hier maak ik gewoon echt dingen in en hier is meestal voor massaproductie. Het is nu gewoon één keer dat ik deze boor in maak, anders normaal gezien ga ik hem daaraan maken. Hier is het echt alleen voor blokken te maken, deze blokken. Of veel blokken nodig hebben we dat in één keer redelijk veel kunnen maken. We hebben al een generator gemaakt. Ik weet niet wat. Oh, oké. We kunnen zo in maken, maar dan moeten we ook dit voor hebben. Oké, we hebben nu een boor. We get some boor. Oké, hij kan ook gewoon totaal niet in het midden. Wat is dit voor afschuwelijk ding? Ik had ook een idee voor onze auto eventjes weer te vernieuwen. En dan denk je van, maar Wolf, hij is al vernieuwd. Ja, maar ik wil. Ik denk als ik nog een auto ga maken, één voor echt alleen voor mee te rijden en één voor steen mee te verzamelen. Het voor te verzamelen en anderen voor gewoon te kunnen avonturieren. Kijk, ik kan al een zaag openmaken. Maar ik denk als je dan zoiets nodig hebt, als ik het juist heb. Ik wil liefst zo in hem. Zo offroad ding. We hebben dan wel eens hier nog. Ik dacht al, we hebben nog olie of crude oil. Maar zien. Ja, crude oil. Dus we maken één van deze. Deze is ook al klaar. Dan kunnen we eventjes de andere buckets erbij pakken. Ik heb nu eventjes dit allemaal. We hebben één water. Oh ja, ik ben er een aan het water maken ook al offline. Ik ben net begonnen hoor. Dus van 3 tot aan 6. Oké. Want je hebt elke keer twee waterflesjes nodig. Om er één te kunnen maken. Dan even deze en deze pakken. Dan denk je van, maar je bent even, ja weet ik, ik wil eerst alles gelijk hebben. Want nu heb ik er 6 zoals gezegd. Eventjes de bijen ook weer terug meenemen. Als we dat blijven doen, op de duur gaan we gewoon genoeg inkomst hebben. Dan moeten we niet elke 4 minuten weer achter bijen zoeken. Dan hebben we al een klein voorraadje. En dan is het dan makkelijker. Dus we hebben zo één. Dat is ook nice. Ja, kijk.
En nee, we gaan het hier aan maken, dat is goed. Hier eventjes. Dan maken we er 1, 2, 3. Gaan we eerst wat als die klaar zijn. Ondertussen kunnen we de auto maken. En dat bedoel ik ook echt de auto helemaal afbreken en opnieuw maken. Dus deze af, deze af, deze af, deze af. En die vastzitten. Ik heb totaal niet gekeken op internet of zo voor andere soorten modellen van auto's te maken. Totaal niet. Dus het wordt gewoon improvisatie. Zal ik het maar noemen. Die is ook voor mij. Die is ook voor mij. Die is ook voor mij. Die ook. Even naar beneden doen. En dan eventjes het. Kijk, en daar heb ik een truc voor. Ik pak een item. Je doet gewoon dit. Hup. En hup, hup. En alles is weg. We kunnen het weer opnieuw met hout maken. Maar ik denk als ik het ook anders ga maken. We kunnen ondertussen ook al wat nieuwere van die maken. Kijk, we kunnen er maar. We hebben normaal gezien. Ja. Kijk, zijn we hadden nog een paar meer. Maar kijk, nu moeten we ook echt gewoon beginnen onze inventory echt te kunnen doen. Dus we kunnen netjes zetten. Anders ja. Bleef het elke keer zo. Even. Oh, die kun je gewoon totaal niet. Oké. Okay. Dan gaan ze gestapeld worden. Elke keer 5. Kom op. Voilà. En we hebben ook weer een beetje meer van de goede metalen. Die kunnen we dan ook weer gebruiken. Voilà en voilà. Eentje erbij. Ja. Dus we gaan eerst even kijken voor onze voertuig. Dan denken ze van maar. Oké, we gaan even kijken voor onze auto. We gaan even dit hier doen. We hebben redelijk veel metaal gemaakt, dus daarom. Heb. Eerst keer kijken hoe die boor werkt. Oké. Die zit zoals gezegd op 3. Actjes heb. Ja, hij heeft 3 blokken nodig voor, zoals gezegd, steady te staan. Ik wil gewoon eventjes weten hoe die ongeveer eruit ziet. Oh, ik bedoel, hoe kunnen we het beste hem laten werken? Dan heb ik even onze ding voor nodig. Heeft hij een punt? Nee, hij heeft totaal geen punt. Dus moet ik dan hem. Hij heeft 1 punt. Oké. Okay. Ik weet niet hoe je een boor activeert, dus dat wordt nog redelijk interessant. Werk je zo? We gaan zien, oké. Okay? Zo, we gaan hem eventjes weer loskoppelen. Oké. Dan eventjes hier ook een beetje breder maken. We hebben hier nu 4. 5, 6, 7. We hebben nu een platform van 7 van 7. We hebben wel zo'n. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, okay, we hebben er dan een van 6. Dat is 1, 2, 3, 4. Oké, okay, ze hebben dus van 4 bij 4. Oké. Okay. We hebben een van 6, dus die kan zogezegd dan gaan. Oké. Okay. We gaan straks zien. We gaan eerst onze mooie ding doen.
We gaan er een bumper aan maken. Voilà. Ik ga proberen voor het voertuig wel tof te laten lijken. Dat is sowieso zo. Ik ga eventjes iets aan doen, dus ik ben over een paar minuten terug. Verder doen met die auto. Ik was eventjes weg. En natuurlijk is mijn auto ook. We gaan proberen voor een auto te maken. Dus je denkt van, oh my god, hij gaat een auto maken. Ja. Oké, we gaan geen auto maken. Ik heb niet veel zin om een auto te maken. Ik ga eventjes snel nog eventjes iets opzoeken. Ik ben over een paar minuten terug. Oké, we gaan eens kijken. Dat was, er moesten drie blokken hebben, zegt hij. Dus, ik heb een idee. Zo, en dan heb ik deze eerst. Dat is echt gewoon een test wat ik doe. Dus je moet niet denken van, oh, het zal werken. Nee, dat weet ik totaal niet. Eentje de generator pakken. Generator kunnen we gewoon hier zetten als we willen. Deze manier op. Dan moeten we eventjes wielen plaatsen. Voilà. Nou, iets hoger ook. Dus. Voilà. Ik heb deze nog. Ja, ik weet anders ook niet hoe ik moet maken, dus eens kijken. En ik had wiel, wiel en wiel. Deze mono ook alweer direct exact de andere kant op gedraaid worden. Ja, dan ga ik zo van voren gaan zetten. J moet omgedraaid worden, J staat juist. Maar zien. Eerst kijken we gewoon dit te proberen. We hebben vier zulke dingen nodig voor onze generator ook op te creëren, dus ja. Eerst keer dit erin smeten. En hoe werkt onze boor nu? Ik moet ook eerst eten ofzo. We get no food of what? Yeah. Oké. Okay. Hoe werkt die boor? Met een. Dammit, ik drukte ook legit gewoon per ongeluk mijn denk weg. Maar mijn vraag is nu eerder, welke knop
free camera. Hoe kunnen we onze denk wel handen als je je denkmuster per ongeluk verwijderen? Weet je dus ook al gewoon als je auto bijna niet weg gaat lopen. Ja, ja, oké, ik snap het. Bla bla. Hey, hoe is het? Oké. Okay. Maar mijn vraag is nu echt gewoon legit. Hoe activeer je die denk. Hoe activeer je dit? Dat is ook weer zoiets van. Come on. D. X. Z. V. B. Oké, wel. Mijn vraag is nu gewoon al eerder. Hoe werkt dit? Hoe noemt dit? Oké. Okay, ik ben over een paar minuten terug. Kan ik iets dat je doen? Dus tot zo. Oké, okay, ik ben weer terug. Ik weet nu hoe het moet. Dus we gaan proberen voor hem te activeren. Het probleem is, we moeten iets maken daarvoor. Het is. Zooi. We hebben daar niet te veel van. Dus we gaan er 3 bij pakken. Voilà. 3 alsjeblieft, of ja, ik heb er al 3 gemaakt. Een large crate. Die wil ik ook maken, wat hebben we daar allemaal voor nodig? Oké, okay, we hebben deze nodig, glue. En we metal, oké. Okay. Dus we moeten eerst deze hier op plaatsen. Even onze... Goddammit. Voilà. Oh, je bent dus... Oh, oké. Okay. Hoeveel heb je nodig voor je upgrade te worden? Ik heb al een paar gespaard. Ik heb een beetje offline ook wel werk gedaan. Staan ze hier of staan ze in het andere huis? Ze staan in het andere huis. Oh, oké. Okay. Snel dan een paar pakken. Ik heb er zoveel mogelijk proberen te vinden. Het is wel redelijk gemakkelijk. Als je echt gewoon een uurtje bezig bent, kun je er redelijk veel snel hebben. Ja, we hebben er maar 4 nodig, dus ja. Ga ik hem ook 4 meepakken ook, hè? Oké. Okay. Normaal gezien ga ik hem nu wel kunnen connecten. Ja, ja. En als ik nu... Yeah! Ik denk als dit nu wat ietsje beter zou zijn.
Mogen nog niet omvallen ook. Normaal gezien is hij een beetje verderop. Ook een steen. Ja, kijk, hier zijn er nog weer scrapjes die ik nog niet meegepakt heb. En die wil ik wel even. Oké, ik heb wel een idee voor dat hier een beetje beter te maken. Ik heb wel een idee. Oké, we hebben nu eindelijk zoiets. Dat is wel nice. Even oppakken. Kunnen we zo eventjes hier. Hier. Ja, ik weet nog niet wat dit is. Ik denk als ik dan allemaal steen krijg uit de game. Van dit. Maar voor de rest. Oh, wat? Dit is een ander soort of dit? Oké. Wordt nog interessanter. Oké, we kunnen dus ook al hier zo. Maar blijf oppassen, want er zijn nog wel soms een keer. Ja, ik heb geen drinken meer, zeker. Ja, dat had ik al. Oh, wauw, als je damage krijgt, kun je niet meer in je auto zetten, hoor. Potatoes, kan ik potatoes eten? Juist. Ja, ik ga sterven. Sterf maar. Ik heb niks van eten meer in mijn inventory. Pardon. Ja, ik kan niks doen. Ik ga echt een farmpje moeten bijna maken. Ik kan een farm moeten maken. Wat een koe. Nee, we moeten daar een koeker voor hebben. Dat is ook weer zo irritant. Oké, respawn. Hey, hoe is het? Ik ben het. De respawn man. Ja, we weten. Ik heb nu een half, denk. Dat weet ik. Als ik nu half iets heb. Oké. We gaan even snel terug naar onze auto. We gaan naar huis rijden. Ja, dat is laat ik daar, maar je snapt wat ik bedoel. We gaan naar huisjes rijden. Wat krijgen we eigenlijk van die? Want die wil ik wel een keer weten wat je daarvan krijgt. En wat is dat? Oh, daar krijg je metal van. Ah, oké. Okay. Ja. Ik wil graag eerst een kist maken. Ik weet als hier een koe staat. Maar ik zag dat hier een beetje verderop weer zo'n robotje rondliep. Dus die wil ik wel even snel gaan vermoorden. Daar staat hij. Want die geven zulke elektronica's af. Dus ja, die hebben we nodig.
geen noden. Maar er zijn in totaal 3 noden. Lame heb ik, zover als ik weet. Eén zo'n, ja. Ga je vinden. Maar waar is de grootste vraag? En jou moet ik even hebben, wat? Ik weet dat ze dingen staan daar. Dus ik heb hier allemaal in mijn materialen. Oké, moet je snel naar hier lopen. Waar stonden die corns weer? Achter die stenen maal zien. Oh. Zit daar. En jij komt ook als geroepen. Kom je... Oké. Ik heb corn. Die koe moet even, ja, flink zijn en luisteren naar mij. Die koe staat nog steeds bij mij binnen. Ja, oké. Koe, ik heb eten voor je. Normaal zijn ze nog een korn. We gaan die helemaal opeten. Oké, we hebben drinken. En als je melk gegeven hebt, ga ik jou doden. En dan kan ik. Nee. Hoeveel is het voor die koepelpot? Ik wil eerst die koepelpot maken. Want... Heb je 2? Ja, oké. Okay. Dat is interessant. Kleding, heb je letterlijk 3? Doe eens normaal. Oké, okay, dan wordt het 1 koepelpot. Eventjes... Waar is onze stoel? Oké, okay, we gaan even niet naar hot naar her springen. We gaan even dit hier eerst pakken. We gaan eventjes deze pakken en deze pakken en dan deze. We gaan eventjes dit doen. Ik wil... Eigenlijk wil ik dit hier afsluiten zelfs, dus... Hup. 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 Oh. Zin er 5. Hup. En nu wordt het plezant hoor. We hebben deze. Netjes. Ja, potatoes, carrots, maakt niet uit voor mij. Deze wil ik hebben. Pakt van alles een beetje. Oké. Okay. Zijn we een potato of carrots? Oké, okay, voilà. We hebben nu allemaal carrots en al. Bla bla. Gelukkige verjaardag. Yippie-yay. Snap je wat ik bedoel? Over 11 uur, zoals gezegd, in de game hebben we een raid te doen. Dus ik ga even snel. Dit wordt versneld, dan moet je niet bang zijn. Ik ga even snel overal water plaatsen. Dus ik zie jullie zo. Thank you.
heb. Hé. Veel mensen zeggen dit ook zo van. Ja, als werkt dit en zo. Oké, great, maar daar kan ik daar zeker niks op aansluiten, of wel? Fluctuator. Een kist wil ik ook sowieso hebben, dus dat is wel handig. Moet je dat dan upgraden misschien in de ding zelf? Apparaat zelf misschien? Ja. Veringwaarde was zoals gezegd. Nou, ja, nu kan ik eigenlijk wel dit doen. deze wil ik wel bijhouden, altijd deze ook, dit ook. Je kan er even een ding van maken. Die mag wel daarin blijven, die ook, die ook. Oké, we hebben een enige kist, dat is ook wel nice. Yo, thanks for the stone. Maar steen toch, hè? Ja. Scrap a stone, zegt hij zelf tegen. Je moet iets denken. Sand, daar heb je scrap stone voor nodig. Maar sand, wat? Glas, waar staat dat? Glas. Of moet je, of kun je glas alleen maar vinden? Dat is ook een mogelijkheid. Long pipe, short pipe, small pipe. Oh wauw, ze groeien echt redelijk snel. Nog 2 minuten en dan komen ze eraan. De monsters, dus ja. Yeah. Oh ja, wacht, ik neem ook eventjes. Deze eventjes. Ik weet, ze zijn niet extreem groot, maar ik wil dat dit eventjes doen. Kijk, we beschermen ze al een beetje al. Dat is altijd wel nice. En wat ze niet weten, is dat ik ook muren kan plaatsen van dit hier. Dat werkt ook altijd, hè. Sorry dat ik even stel was, dat is gewoon even. Ja, ik heb geen excuus eigenlijk. Kan ik eigenlijk nog over? Ja, ik kan er nog over springen. Kijk, het probleem is, zonder kunnen daar niet over springen. Ik wel. Dus ja, dat is ook alweer zoiets van nice. Dus dat hier allemaal weg doen.
Laat ze maar komen. Oh wel, dingen beginnen te poppen. Nice. En. Tada, tada, tada. Ik zie daar al één. Ik zie daar een twee daar al lopen ook. Oké, we verdienen er weer aan. Denk als het mijn raid 1 is of zo. En kijk, ze maken het stuk, maar ze kunnen zelf niet overspringen. Dat is het heel het handigste eraan. Hup. En jij nog? Meneer, kan u alsjeblieft geen scrapjes kapot maken van mij? Was dat al? Oh, ik dacht dat ze er meer heen komen. Maar hey, je moet mij niet klagen. Eten, eten, eten. Eten, eten, eten. Eten, 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 eten. Eten, 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 eten. Eten. Nee, oké, die niet. En dan kunnen we eindelijk dit doen. We hebben eindelijk een beetje meer voeding. Maar iets van. Maar aardappelen kunnen we niet eten, dat is heel het probleem. En dat nu. Dit kunnen we nog eten. Bieten kunnen we nog eten, dat is heel het punt van dat. Maar aardappelen niet. Aardappelen kun je wel gebruiken, denk ik, voor kogels. Dan denk je van, wat, kogels? Ja, er bestaan wapens in deze game waar je. En dan kan ik ze wel harvesten. Carrots. Carrots vind ik wel nog steeds grappig. Maar ja. Ik heb 3 sokken extra bij gekregen, dus ik ben gelukkig. En ik zie geen raid bij komen, dus dat is wel nice. Ja. Het was, wat wil ik nu weer maken? Ik had iets voor, iets nodig voor 3 noden. Was het ook iets niet belangrijks wat ik wilde maken? Deze had ik 5 nodig. Ja, ik wil even kijken als die kisten ook nu echt daadwerkelijk zo werken of niet. Je zal eens hierin steken. Van, behalve eten, eten wil ik wel bij mee houden. De rest sheets en al en die dingen mogen hier blijven. Ja, daar heb ik nodig. Ik weet juist nog. Oh, kijk, nog zo in. We gaan echt even weer op avontuur moeten gaan, maar die gaan we in de volgende aflevering maar zijn als we weer op avontuur gaan. Dus ja. Daar moesten we 3 van hebben. Dus die pakken we wel even snel mee. Ik doe soms ook wel een keer dingen offline, maar dat is dan meestal gewoon dingen sorteren of een beetje craften die heel lang kan duren. Dat doe ik wel meestal offline. Dat is ook het enige wat ik offline doe, voor de rest doe ik nooit iets. Mag ik hem craften of niet? Ik mag hem niet craften zoals. Oh, lame. Ik dacht al, hè? Waarom kan ik hem niet craften? Waar is mijn lame hier? Want ik had toch meer lame? Hoeveel lijm heb je er nog? 3. Heb ik er een. Voilà. We gaan het hier aan craft door. Mij kan het niet veel boeien. 2 lijmpjes heb ik nodig. Lijm is heel snel klaar, dus ja. Duurt 1 minuut en 30 minuten. En 30 seconden, sorry. Blub, 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 blub. Tomaat. Aardappelen. Kom hier. Oh, wat krijg je weer reet? Goddammit. We moeten ook even weer onze planten dan weer. Even doen.
Die is nog lekker bezig, dus die kunnen we nog even laten. Dit er allemaal weer terug insteken. Hier ook weer wegsteken. Ik heb jullie weer nodig, man. Dus etenswaren wegdoen. Is dat klaar? Nee, oké. Elke keer als ik achter water ga, wordt dit wel versneld. Dus onthoud het goed in jullie hoofdjes. Als ik achter water moet en als ik warm moet doen, wordt het altijd automatisch versneld. Dus ik zie jullie zo. Waarom krijg ik elke keer een raid? Dat is ook weer zo mijn vraag, zo waarom. En ik ben er even weer. Oké, we gaan ik iets testen. We gaan dit hier testen. Oké, blijf eventjes daar. Ook eventjes dit hier hebben. Zit er een vaste koppel, zoals gezegd? Blokken. Ik wil even deze blokken. Eentje zijn hout veranderen. Voilà. Ik wil even kijken als dit ook werkt. Het kan ook zijn als ze nog moeten toevoegen hoor, in de game. Maar ik ga even snel weer verder mijn plantjes water geven. Laten dat dan kunnen we kijken als het weer verder gaat. Dus ik ben over een paar minuten weer terug. Oké, we zijn weer terug. Dat ziet er al beter uit aan de ene kant. Het leek erop als die, ja, connect erop of zo, ja. Test! Of moet het hieruit komen? Nee, kijk, hij blijft erin zitten. Dus ja, als jullie weten hoe dit werkt, laat het gerust weten. Want ik weet het niet. Voilà, het ziet er wel toffer uit als ook. Maar ja, we gaan even snel doen een beetje water, anders gaan we het nooit halen. Even naar onze muur, even mooi repareren. En blip. Voilà, en we gaan even door voor ons water te vullen.
Ja mensen, dit is de aflevering weer. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering. Er staan nog 11 minuten en dan is er een raid. Maar ik ga stoppen. Ik ga lekker weer een beetje verder doen. Ik ga nou een beetje verder ook onderzoek doen over dit hier. En ook over giga makkelijker te kunnen boren en al en zo'n dingen. Dus en misschien ondertussen ook weer een beetje dingen te kunnen beter halen. Want deze zijn wij lichtjes aan het opmaken. En dat wil ik niet. Dus ik ga even kijken ook voor weer sokken te kunnen vinden. Dus ja. Er is nog één ding en dat is tot de volgende keer. Doei doei!